Het ministerie van Sport en Jeugdzaken zal in dit begrotingsjaar alle noodzakelijke maatregelen treffen die moeten leiden tot een goed sport- en jeugdbeleid. Dit zei minister John de Goyo gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Vooral jonge topsporters zullen de volle ondersteuning krijgen van het ministerie. Volgens de Goyo is het ministerie nu bezig mogelijkheden te bekijken voor het opzetten van een atletiekstadion. Voorzitter, met betrekking tot het bouwen van een atletiekstadion kan ik u geacht college meedelen dat er reeds een plan klaar ligt voor het opzetten van dit stadion en dat er reeds een aantal overlegmomenten zijn geweest tussen het SOC, de Surinaamse Atletiekbond en het ministerie van Sport en Jeugdzaken in deze kwestie. Immers staat in het ontwikkelingsplan dat gestimuleerd door meer en betere sportfaciliteiten, organisatiebegeleiding en ontplooiingskansen participeren burgers van alle leeftijden meer in sport in hun streven naar een beter lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en inclusiviteit evenals het verbeteren van hun prestaties als topsporters in regionale en internationale competitie. Dit is op bladzijde 120. Voorzitter, thans zijn wij in de fase waarin de mogelijkheden worden bekeken voor de financiering van dit plan. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is momenteel drukdoende contacten te leggen met zowel nationale als internationale potentiële financierders. Binnenkort starten de discussieronde met deze partners ter finalisering van het project. Sport- en Jeugdzaken minister John de Goyo gisteren in de Nationale Assemblee. Volgens de bewindsvrouw werkt de regering hard aan een goed jeugd- en sportbeleid. Het doel hiervan is om de status quo vast te stellen van de bestaande accommodaties, zicht te krijgen op de ruimtelijke ordening, om vast te kunnen stellen waar er nog bijgebouwd kan worden en zou moeten worden. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is momenteel bezig beleid te maken om te geraken tot een beheersorgaan voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van alle onder haar paraplu vallende sportaccommodaties. Voorzitter, in het gewenst model zullen op basis van overeenkomsten deze accommodaties geëxploiteerd kunnen worden, zodat ze zelfvoorzienend zijn. Het beleid zal erop gericht zijn dat ieder gebruik kan maken van de accommodaties die onder het beheer van het ministerie vallen. Intussen, voorzitter, zijn de resultaten van Paramaribo verkregen uit de landelijke scan verwerkt en zal op basis hiervan een stappenplan ontwikkeld worden voor de rehabilitatie van de sportaccommodaties. Aldus minister John de Goyo van Sport en Jeugdzaken gisteren in de Nationale Assemblee.